Maar terug naar die... Die beef. Ja, terug naar die... Weet je waarom ik zo erop ben? Zeg maar, want ik weet niet, broer. Ik heb dat niet meegemaakt. Veel weinig eigenlijk. Ik ken dat heel veel mensen, zeg maar, Osso gaan zeggen nu. Hè? Wanneer heb je deze beef? Weinig mensen weten. Dat is ook een lijst van mij. Het echt begint. Ik heb een lijst voor je. Ik zeg eerlijk, ik weet niet eens weet niet waar precies waar het is precies begonnen. Is gestart, maar het was sowieso vooral gewoon jong zijn, roekeloos, onwetendheid en miscommunicatie. Elkaar verkeerd begrijpen. Man. Ja. Het was meer zo'n ding vanuit... Ik kan ook naar achter kijken, solo. weet je wat het mooie was? Want we waren eerst gewoon echt strangen, hè? Ja. Ja, toch? Want ook bijvoorbeeld bij die domme jongens, zeg maar, die... daar kan je ook... Na die clip hadden we ook zeg maar zo'n aftersessie. Gingen gewoon met z'n allen rappen. Toch Airlines, broer, die, weet je toch, we waren gewoon Rotterdam. Allemaal opkomend, dus we waren gewoon cool. Ja. Maar op een gegeven moment, ik zeg, ik kan me niet echt goed heugen wat het begint. Jij wel? Kijk, even in lachen raak. Nee, ik weet gewoon, zeg maar, kijk. Er werden gewoon bepaalde lijns gegooid, weet je. Ja, zoals. En het is eigenlijk zo, dat het was niet eens naar mij. Maar alleen ik ging erop in. Ja, maar voor wie waren die lijns dan? Ja, kijk, voor een andere nippel. Jer, leg uit, man. Kijk, nee, ik weet precies maar, wel... Ik ga jullie zeggen, kijk, sowieso... we zijn volwassen nu, bro. We zijn niet op dat. ik bedoel van, we zijn gelukkig. Daarom. Iedereen, als je kijkt ook naar iedereen heeft het soort van op zijn eigen manier gered. Ja, man. Maar we hadden domme jongens gemaakt. Ja. Daarover kwam die aftersessie, iedereen rappen, dit en dat. Was hard, was aangeslagen. Voor die tijd was dat gewoon bomba. Ja. IJsstand, toen kwam die guy die in Airlines zat, Mills. Ja, toch. Juist, dat was het. Klopt. En Mills had een soort van cijferachtig iets gedaan. En hij gooide shots, zeg maar, naar Schaf. Mannen spelen Bojanski, maar ze schoten. Wij namen die shit gewoon van, oké. Je wilt die kant? Ja. We gaan die kant. Ja, maar het is altijd bij rappen gebleven, toch? Maar die, dat is toch leuk? Dat is toch leuk, zeg maar, om zo te boksen, zeg maar, een soort van... Ja, kijk, een soort van, het was wel... Het bleef bij rappen, maar er was wel altijd wel eens een bepaalde spanning. Een kleine iets. Ik ken het dus al van vroeger, weet gewoon voordat we rapten. Voetbalschool, weet je, weet toch? Ja. En ik weet nog, toen kwam ik Emske tegen bij Fairplay. Zo! Die dag kan ik me ook herinneren. Dat was net, zeg maar, weet je toch? Ja, man. Dus ik kwam daar binnen. Ik kwam Kev tegen, ja. Ik was wel met Jer. Nu herinner ik, ja, man. Kev, kom eens. Wat is mijn fucker met jou? Wat is dit? Weet je toch? Dat gaan jullie beginnen toch? Dat ging ook nergens. Ja. Ik kom Kev, ik was met Jer. Ik was met jou toch, Jer? Ja. Ik was met Jer. Die tijd was gokken. Weet toch? Jullie waren gokboys? We waren niet eens 18, man. Nee, man. Ik kom daar stiekem binnen. Je was van die van iemand anders. Je komt gewoon in Fairplay. We waren best wel lang toch. Als je niet, zeg maar, als je niet die Fairplay en casino fase in je leven hebt gehad, ben je niet van de straat, man. Snap je? Ja, veel geleerd daar. Veel geleerd daar, hè? Veel geleerd van casino. Ja. Nu kom ik binnen met Jer, pap. Ik zie Kev daar, precies roulette. Maar ik zag hem nog niet. Ik zie Kev nu tegen de hoek zo plei, pap. Maar ik ben aan het lastig zo, pap. En het was niet eens veel plei, je weet toch? Maar je bent gewoon aan het lastig. Was je die dingen met drie kassen tegelijk? Je zat die kaart op repeat. Klaar, ja. Nu blij met Jer, pap. Nu aan stand, blijven. Maar ik was focused, dit. En die tijd, mijn ogen waren al slecht, je weet toch? Ja. Ik was op die nigger, zeg maar, hoe die balletje draait, pier mijn ogen zo. Nu, ik kijk zo, ik kijk omhoog, ik zie Kev daar. Ja. Met wie was je dus? Met Bolle, volgens mij, die dag. Ja. Ik zie Kev, ik ben al in die lassie modus, ik denk, hé. Ik ga naar Kev. Fuck je weet toch, verhaal halen, gewoon. Dit. Beetje heen en weer, papa. Uiteindelijk nam ik hem volgens mij apart. Sprake van pap. Bolle was ik een vriend. Nee. Maar we hadden het ook niet eens, zeg maar, toen op dat moment goed gemaakt of zo. Pas later kwam dat pas. Nee, was gewoon en bluf in het midden, zeg maar. Van, ja. Nu, eindstand was volgens mij, ik weet niet of het dat jaar was. Een paar maanden later of een jaar later, ik weet niet wat het was. Moesten we een keer optreden ook. Moesten we ergens optreden, ergens in Noord. Waar was het? Oh ja, bij die lounge. Bij een lounge. Ook weer woordenwisseling. Kregen we een woordenwisseling. Pap. Maar weet je wat die Tori uiteindelijk was? Ik was daar met mijn matties. En weet toch,
We wisten, we gingen daar optreden. Weet je? Ja. Dus we gingen daar gewoon zitten. Van, mijn man is waar van, kom, we gaan daar gewoon, niet om ruzie te maken, maar we gaan daar gewoon zitten die avond. We gaan daar juist naartoe. Van, weet toch, want het was ook lounge waar wij gewoon chillden, toch? Ja. Oké, weet toch. Toen die dag was er ook een kleine iets, weet je. En die eigenaar bracht eigenlijk de spanning naar boven. Want voordat hun er waren, kwam hij naar ons van... Hey boys, jullie zijn hier niet op ruzie maken. Hij was eigenlijk, hij wakkerde het juist aan van, weet toch... En toen was daar ook een kleine opstootje iets. Wat die eigenaar had nog... ik weet nog, iedereen kwam naar buiten. Ja, weet je, die eigenaar kwam opeens van... Hey, deze boys willen met hun vechten. Ze zijn met ons hier. Dus iedereen naar buiten. Weet het was volgens mij een boy. Hij zei uit het niets gewoon. Gewoon uit het niets. Oké, je weet toch gewoon iets. Gewoon, hij zei gewoon van... Hij zei van, volgens mij over Mella. Hij zei van... Schrijf je voet of zo, zoiets. Je weet toch gewoon, er was een aanleiding. Die boys hebben aan tafel genomen. Oké, weet je, zo, iemand zit aan tafel. Hé, hoe, je kan niet hier zitten. Zo. Ja, ja, toch gewoon, er was een... Zoeken van, oké. Er was een kleine heat, gingen we naar buiten. Daar werd ook gewoon, zeg maar... Het bleef, uiteindelijk is het niet uit de hand gelopen. Het was gewoon op woordenwisseling. Die lijst ging heen en weer. Welke pokkels dan? Welke pokken? Mensen willen dit weten. Ik kan nog een lijn herinneren van Ems. En het is nooit, zeg maar, mijn kant op geweest. Maar Kev is me die tijd. Wie zou die clip? Dat was voor die tijd, was een soort van mooie clip. Weet toch, die boy had styling, was aan. Oké. Nu, Ems gooit een lijn. Wat was het nou? Domme jongens, 40.000 views in de eerste week. Ja, 10.000 views terwijl je clip op een film leek. Yeah, dat was al van bam, weet je, die was naar hem, 100%. Yeah. Daarna, gingen naar, 100%. Daarna gingen ze naar 101. Daarna gingen ze naar 101. Kev haat dingen door elkaar, man. Wat haat dingen door elkaar. Omdat die Tory was, zeg maar, na die Tory van Mills, toen gingen wij inderdaad naar 101. Ja. En toen zei Jer die... Vla, Nee, fuck dat! Zelfs boys die niet rapt, iedereen! Toen zei Jer die Tory. En toen gingen hun naar 101. Juist. En toen zei ik... Ik ging gewoon van... Het was niet eens, maar... Toch nee, man. Wat was die iets met galerij, toch? Boys gingen mij ook, zeg maar... Nee, ik zei geen voetbalshirt. Geen voetbalshirt, vraag YSL. Nee, ja, en die galerijpissie. Galerij van ik ga naar een hotel, dit. Oh ja, jullie hadden van de galerij. Je krijgt geen zin, hè? Vijf stars. Je krijgt geen zin, je dit lukken. Ik vind het mooi, bro. Nu kunnen we erom lachen, man, bro. 100%. Zo mooi. Erom lachen, man. Ja, hij zei van, no man, ik draag geen Bali shirt. Als mijn mams thuis is, dan boek ik een hotel. Never save by the bell. En wat was die Bali shirt, Lane? YSL. Geen voetbalshirts, draag YSL. Nee, ik zeg boy, fly as hell. Geen voetbalshirts, draag YSL. Ik had speciaal voor die sessie YSL shirt gekocht. En ik zweer dat ik hem daarna teruggebracht. Die shirt was kapot. Ik heb hem daarna teruggebracht. De kaartje was er nog in. Ik had die lijn geschreven voordat ik eet had. Maar bro, weet je wat die grap is? Uiteindelijk, zeg maar, als je ook gaat terugkijken, zeg maar... Die Tory was nooit, zeg maar... Het was, zeg maar, elkaar, zeg maar, niet begrijpen, toch? Miscommunicaties en dat soort dingen, jong zijn. Ja. Maar als ik, zeg maar, terug ga denken... Die Tory was nooit... Nooit daar, zeg maar, snap je? Maar hoe, het was nooit... en toen kwam dinges. We staan op de blok. Snap je? Yeah. Snap je? Ik vind dat als ik terugdenk aan zo'n tijd... Mooi. Maar hoe was dat gebeurd dan? Ik zeg je eerlijk, broer. Ik zeg eerlijk, Ems had initiatief. Ems had mij op Twitter die tijd of zo van... Weet toch, yo, Kev, fuck, weet toch, kom, we gaan even een keer... Weet toch, we kennen elkaar langer dan... Weet je? Ik was ook al een beetje... Mijn eigen weg had ik gevonden. Ik was zelf pokus aan het maken en zo. En hij zei me ook op een dag van, kom, weet toch... Ja. Ik heb Kev altijd gewoon fucking hard gevonden, weet toch? Los van die Tory... Kev is fucking hard. Hardste white boy sowieso. Ja, weet je toch? Ja. En ik heb, volgens mij was dat het ook. Ik weet niet hoe. Ik weet niet meer hoe het was gegaan. Maar ik checkte Kev. Of ik weet niet of je mij... Ik weet dat niet eens. Ja, het was via Twitter, weet ik via nog. Via Twitter. Ja. Ik berichtte. Ik weet niet meer precies wat ik had gezegd. Ik weet het. Was via... Na Highway. Ik had poko met Always Busy. Toen had je mijn bericht gestuurd. Ja, bro, gekke verse. Weet je, dat vond ik lauw. Van ja man, deze man... Van, toen hadden we het gewoon uitgesproken. Bijgelegd. Ik weet niet. Hadden we toen gemiet? Ik weet niet of we gelijk hadden gemiet. We kwamen elkaar daarna gewoon tegen. En toen zijn we gewoon zo... Gewoon heel natuurlijk zijn we een keer in de studio beland. Toen kwam ook die pokoe. En ik zeg eigenlijk op de blok. Dat is ook echt... Ik denk start zijn van mijn carrière. Want daarvoor was ik ook gewoon heel lang stil. Weet je, ook, waren jullie op Papen toen?
Ja, waarom? Ja, zeker. Ja, maar, het nog zeker maar dat was die tijd, was 2015, zaten we bij Wauwpauw. Ja. Die spot waar we jou zagen, waar je ons weet toch? Maar ieder geval. Hadden we zelf een studio daar? Daar hadden we een eigen studio toch? De wereld is raar. Niks maken stappen, bro. Niks maken stappen. Studio daar. Ja, man. Hoe was zelfs die tijd, bro? Kroeks kwam ook vaak die tijd. Ja, ja. Bandy, je bent op de blok van Kroeks daar ook elke dag. En dat was een tijd, zeg maar. Kev zat toen nog wel bij Airlines, toch? Ja. Kev zat bij Airlines, maar ik weet niet, man. Zeg maar, ze zeggen toch ook van, als je zeg maar een beef met iemand krijgt, of een beef die zeg maar nergens over gaat, maar je maakt het goed, dat het alleen maar sterker en beter kan worden, omdat het nergens over gaat. Dus waar ging het zeg maar over? Precies, ja. Snap je? En je moet ook zeg maar ruzie kunnen maken met iemand zeg maar om... Precies. Om goed, om zeg maar, in plaats van die neppe shit. En nu, ik merk gewoon tot de dag van vandaag, die shit, dus, je ziet ook gewoon de tracks die daarna zijn gekomen en gewoon los van muziek ook. Kev komt af en toe, we voetballen ook, Kev komt kijken, we checken elkaar af en toe op de app, Snap, weet je. En het is gewoon, het zit goed, man. Ja. En om terug te spoelen, zeg maar, naar die op de blok tijd, zeg maar. Dat was volgens mij 2015, toch? 2015, ja. 2015 ja. En Kev voelde zich gewoon goed bij ons, man. Ja, man. Kev is, kijk, Kev is blank, maar Kev is niet blank, zeg maar. Ik moet wel wat zeggen, man. Ja. Zeg het, man. Ik ga jullie gewoon eerlijk zeggen. Schmer was, zeg maar, die... Schmer Ems is mijn brother, je weet het. Schmerry was, zeg maar, de man, zeg maar, die... met die initiatief kwam om Kevin te vergeven. En in de groep lag dat nog niet zo goed. Je weet toch? Mella zei zeker... No, no. Ja, man. Ik was moeilijk. Ik was radicaal, je weet toch? Maar uiteindelijk... Shme, mijn broeder ook, je weet toch? Die had heel goed met ons gesproken. En ja, man. Hij had helemaal gelijk uiteindelijk. Ik weet nog zelfs toen de blok was geklipt. Toen zij in de edit kwam. En Jazz had achter die bezig van... Ja. Nee, kan niet. Ja. Ik kan niet in die clip, man. Ja. Zo, man. Ja. Nee, maar uiteindelijk ben ik ook blij dat het zo is gelopen. Ja, het steken van groei, toch? Precies. Ja, man. En we waren ook jong. Groei als mens, dat is het uiteindelijk. Hoe voelt het om als broederliefde zeg maar, de duurste gage voor een show te hebben in Nederland? We gaan snel weg van die toren. Huh? We gaan die bedrag niet noemen, maar jullie hebben volgens mij wel een van de... Wandy is op door. Wandy is op door, dat is van de gekste gages, toch? Kijk, hoe je dat nu zegt, bro. Als ik het woord gage hoor...